Dag dames en heren. Vanaf begin september zijn er enkele nieuwigheden in ons video-weerbericht. Ik zou zeggen, laat even weten hieronder in de reacties wat jullie denken over die nieuwigheden. Wat zou dat nu precies kunnen zijn? Laat het even weten hieronder en geef ook maar meteen even een duimpje omhoog op deze video. Nu, als we kijken naar het weer, wel, het was winderig vandaag. Er trokken ook een aantal buien van west naar oost over de Benelux. Heel lokaal nog met een donderslag, maar op de meeste plekken was het onweer eruit. Vooral donderdagavond en de nacht naar vrijdag was het vooral in Nederland, het midden en noorden van Nederland, flink prijs. Met zelfs enkele supercells lokaal. Dus daar ging het toch stevig tekeer. Nu, dat is er ondertussen uit en we moeten het nu nog stellen met enkele lokale regenbuien. Wel, dat zal vanavond en vannacht trouwens niet anders zijn hoor. Hier en daar vallen nog steeds enkele buitjes. Maar we zien toch wel dat de structuur er wat uitgaat. Het gaat hier en daar om een lokale bui. Misschien nog wat intenser en wat talrijker in het noorden van Nederland. En de temperaturen, wel, die gaan zakken vannacht naar zo'n 12 tot 16 graden. Dus het is alvast, zeker en vast niet koud vannacht, normaal voor de tijd van het jaar. En dan naar morgen, wel, ja, het ziet er iets beter uit. Nog steeds wel hier en daar een paar buien, maar het gaat morgen in twee golven gebeuren. Dat wil zeggen, voor de middag vanuit het westen al een eerste zone met een paar buien. Later wordt het dan even droger met ook wel een paar opklaringen. En dan in het tweede deel van de namiddag zien we een nieuwe zone met een paar buien doortrekken vanuit het westen. De wind is opnieuw aanwezig, flink aanwezig, met een matige wind aan de kust, lokaal nog vrij krachtig. En we hebben temperaturen morgen zo tussen een 20 en 22 graden op de meeste plaatsen. En dan begin volgende week, wel op maandag, weinig verandering eigenlijk. We hebben nog steeds die lokale buien die we te verwerken zullen krijgen met temperaturen die nog steeds zo tussen een 20 en 22 graden liggen. Dinsdag wordt het dan even wat warmer, een stroming vanuit het zuiden, dus lokaal kan het alweer tijdelijk 25 graden worden. Nog steeds wisselvallig met een paar buien, maar opnieuw hetzelfde liedje. Dus die zullen niet meer zo talrijk zijn als bijvoorbeeld vandaag, dus minder neerslag. En ook op woensdag zien we toch wel dat er een paar buien mogelijk zijn, maar niet zoveel als bijvoorbeeld vandaag. We zien ook dat het dan weer wat afgekoeld is, maar we zien vooral dat de wind fors in kracht zal toenemen. Dus op woensdag zijn er aan de kust windstoten mogelijk van een 70 tot 80 km per uur. Mogelijk in het binnenland dan ook zo'n 70 km per uur. Dus ja, toch wel vrij veel wind en zeker iets om in de gaten te houden voor woensdag. Dit is het overzicht. Ja, dat ziet er wisselvallig uit. Dit typisch Belgisch zomerweer, zo kunnen we het zeker omschrijven, met temperaturen zo tussen een 20 en 22 graden. Dinsdag tijdelijk richting 25 graden. Wat de neerslag betreft, ja, een paar lokale regenbuien, zoals ik al zei, maar dus woensdag vooral ook vrij veel wind. Een vrij krachtige wind dan uit het westen, met windstoten tot 70 à 80 km per uur. En als we wat verder kijken, wel, ja, het gaat toch stilaan wat bergaf met die temperaturen. Dus we gaan richting het einde van volgende week onder de 20 graden terechtkomen. En kijk eens, ook die nachten worden toch weer koel, met de minima zo rond of net onder de 10 graden. Qua neerslag, wel, vrijdag zou er mogelijk wel eens vrij veel regen kunnen vallen, dus dat zou mogelijk een natte dag kunnen worden. En daarna gaat het weer eerder om wisselvalligheid en dus lokale buien. Ziezo, we zijn er weer door voor vandaag. Ik zou zeggen, maak er nog een heel fijne zaterdagavond van. En dan zien wij elkaar woensdag terug voor een nieuwe video weerbericht. Vergeet niet te reageren hieronder in de reacties wat jullie denken dat er zal veranderen op 1 september. Of dat er nieuw zal bijkomen, liever, op 1 september. Heel graag, tot dan. Tot woensdag.